vakantiefoto's ja. in onze caravan. Geef er even wat uitleg bij. Dat is al heel lang geleden. Ik denk begin 2000. Mijn man en ik hadden zo de gewoonte om altijd Normandië op te zoeken. Ja. Omdat het daar wel rustig is en mooi. Maar het heeft daar zo vaak geregend dat we daar niet meer naartoe terug gaan. Ah, okay. En dit is eigenlijk het begin van een hele reeks foto's. Mm-hmm. Dus mijn man heeft die gemaakt. Hij loopt dus achter mij. En zo heeft hij er ondertussen... Ik schat een stuk of 20, 30 van alleen maar elke die ergens wandelt en mij dus langs achter fotografeert. Ja, ja, dat is een hobby ja. zoals een ander. Ja, inderdaad. Dus we hebben er zo van in een bos of in een straatje. Of, kan je ze een boek van uitbrengen, hè? Ja, wie weet ooit. Elke harpoep. En dan, dit ben jij in een bar? Dit is Lissabon in Belém. En nu, ik ben eigenlijk niet zo een zoete bek. Ik eet niet graag taart en al die dingen of chocolade. Ik ben er allemaal niet zo gek van. Maar pastéis de Belém, ik weet niet ja. of je het ooit geproefd hebt. Nee, is dat wat hier ligt? Dat is wat dat daar onder andere tussen ja. ligt. Dat zijn van die kleine koekjes met een soort eigeel mengsel in. Ja. Een soort pudding. En als je ze daar in die authentieke stad koopt, dan zijn die nog warm. En die zijn fantastisch. Oh, ik smaak lekker. Het al. Stop maar echt met waar. Vertellen. Ja, ja. Okay, alweer, hier ben je dan weer aan het eten. Waffles. Ja, ik ben dat is afgelopen lente naar New York geweest. Ja. En daar kom voor je de eerste keer? Voor de allereerste keer, ja. En daar kom je af en toe waffles en dingen tegen. Dat is Belgisch. En het, ik denk dat ze maar met vijf van die auto's rondrijden. Daar kan je dus echt een authentieke Belgische wafel kopen. Uit een auto? Uit een auto. Kijk, die auto zie je daar achteraan. En het leuke aan die verpakking is dat daar drie gaatjes in zitten. Mm-hmm. En als je wafel er nog helemaal in zit en je zit aan het eerste gaatje, dan zeggen ze hier in het Engels wel van oké, hier is er nog ruimte om te delen met iemand. Ja. En dan vanaf het tweede gaatje, als je wafel nog maar tot daar zit, dan zeggen ze ik zou er toch eens goed over nadenken voor je hem nog deelt. En als je wafel al tot hier is opgegeten, dan zeggen ze vergeet het. Niet snel, meer delen. Eet het zelf op voor alles weg is. De laatste foto, ik ben je aan het lezen, ik ben heel serieus. Heel ernstig. Ook op vakantie kan ik mijn job niet vergeten. Dat is een Belgische krant. Ja, dat was ergens in de Provence. En ik maak er altijd een sport van als ik daar ben van oké. Is hier ergens een Belgische gazet te koop nog in het pre-iPhone-tijdperk om toch wel nog te weten wat er in, het, in België gebeurd is. Ja, dat is dan vechten voor de krant. Gelukkig is mijn man nogal sportief aangelegd. Dat wil hij dus die sportbijlagen. Ja. Nu, die lees ik ook wel heel graag. Maar dat is een verslaving. Hè. Radio maken, dat is het nieuws op de voet volgen. En dat doe ik heel graag.